is de scholing in het feest dat de kerkleiding voor deze de laatste zondag van het jaar heeft vastgesteld, dat men van pas verzameld wordt. Maar over heel de wereld is het vandaag al 22 november. Daar is geen twijfel over mogelijk. En dat is ook de dag waarop we in de kerk het feest van Sint Cecilia vieren. Alleen Christus Koning is natuurlijk wat hoger in rangorde dan Sint Cecilia van mij. Op Google heb ik opgezocht wat er over de patrones van de kerkmuziek is te vinden. Omdat ze al stierf in 230 na Christus, dus dat is al heel lang geleden, staat er niet zoveel vast in de geschriften. Maar ze stierf als martelares. En hoe ze de patrones van de muzikanten en de zangers is geworden, dat blijkt wat vaag. Maar het betekent wel dat vele koren en harmonieën, soms heet het zo Cecilia, in ieder geval rond 22 november feest vieren. En ook ons Emmauskoor, dat u hier ziet, gaat straks haar jaarlijkse feestbijeenkomst genoemd. Het is voor ons als parochie een goede gelegenheid om tegen de leden van het Emmauskoor, maar ook tegen de leden van het Uitvaartkoor, het Gehoorlingskoor, de buurt en opnaam van de kinderen te zetten. Dank jullie wel voor de zorgvuldige wijze waarop jullie een muzikale bijdrage leveren aan onze vieringen en kerkelijke samenkomst. En beste mensen, u moet daar niet te gering over denken. Want het betekent iedere week komen repeteren. Ook als je toevallig geen zin hebt, of als het van de winter slecht weer is, of als je in de zomertijd liever s'avonds was gaan fietsen of naar het zwembad was gegaan. En voor de leden van het uitvaartkoor betekent het soms midden in de week, terwijl u misschien hele andere plannen had, gebeld of gemaild worden om te komen zingen. En vooral tegen de leden van het uitvaartkoor zou ik willen zeggen, realiseer je goed hoe enorm waardevol het is als je naar de kerk komt, omdat je... Mevrouw Gentenbeek maakt al van 1990 deel uit van het koor dat zingt bij uitvaart. En daarnaast is het ook al een jaar lid van het Emmauskoor. Misschien zong ze vroeger ook nog wel bij de trouwerij. Maar er wordt meer gebouwd dan getrouwd in onze kerk in deze tijd. Greg, mag ik je vragen naar de toe te komen? En wil dan meteen meebrengen twee heren, Ko van Landen en Herman Weijland. Als je de heren ook mee wilt. Manus. Ik zal met de dames beginnen, dat vinden de heer wel goed. Greet, al 25 jaar zin bij het uitvaartkoor en het komt goed. De Gregoriusvereniging heeft daar dus een
Glenn Spurton. Dat is Herman Bijlaert. Die verdeelt zijn liefde voor de koorzang tussen de Vitus in Hilversum en het Emmauskoor in Uithoorn. En als het nodig is, dan is hij er ook om het uitvaartkoor, als dat Gregoriaans moet, te assisteren. Dat komt ook nog wel eens voor. Herman, ook jij met de 40, jij hebt een hart voor Visigoth. De Gouden Speld. Zo. En het koor, de leiding van het koor, heeft gezorgd voor bloemetjes. Thank you.